beleven dit jaar misschien wel een van de droogste en warmste periodes sinds het begin van de metingen. Alhoewel het eigenlijk zo uitzonderlijk niet is, want het is wel al eens vaker voorgekomen dat we een droge en warme zomer hadden. Maar toch zal het wel ergens te maken hebben met de opwarming van de aarde, daar ben ik echt van overtuigd. Hoe ga je ermee om met die droogte? Hoe help je de planten in jouw tuin? Vandaag geef ik tips. Tijdens een droge periode zou je denken dat de enige oplossing water geven is. En dat is ook wel ergens zo. Probleem? Heel veel steden en gemeentes verbieden dat op dit moment. Dus je mag eigenlijk niet meer zomaar water verspillen door gazons te beregenen of jouw borderplanten water te geven met een tuinslang. Mag niet meer. Dat brengt natuurlijk een aantal problemen met zich mee, want dat betekent dat nummer 1, het gazon er niet zo goed bij ligt. Wat zeg ik? Het ligt er gewoon niet meer goed bij. Het is echt gewoon veranderd in een dorre grasmat. En dat komt dus door het gebrek aan water. Zo simpel is het. Nu, gras is ontzettend sterk. Echt waar, ontzettend sterk. Dus na een aantal regenbuien, als we binnenkort dan toch hopelijk wel eens wat regen van betekenis krijgen, dan moet het allemaal wel opgelost geraken. Hier en daar zal je misschien wel eens moeten bijzaaien, omdat er kale plekken ontstaan door die droogte. Maar ik denk wel dat het voor een groot deel in orde komt. En dit hier, dit is een voorbeeld van gras dat eigenlijk gedomineerd wordt door wildgras en zo wat onkruiden, klavers en zo. En dat is eigenlijk nog een groen plekje. Dit heeft nooit water gekregen, nooit extra water gekregen. Maar die wilde grassen zijn zo ontzettend taai, klavers bijvoorbeeld ook, dat ze hier nog altijd voor een beetje groen zorgen. Daar waar andere grasmatten volledig dor zijn door het gebrek aan water, gaan dus die wilde grassen er eigenlijk voor zorgen dat je toch nog een beetje een groenere indruk krijgt. En daarmee wil ik echt zeggen dat onze grasmatten altijd zo proper moeten zijn. En er mag nooit een kruidje in zitten, een onkruidje in zitten. Maar als het er dan toch op aankomt, dan is het wel altijd het wilde gras en klaver en andere onkruiden die het langste leven blijven. Naast gras hebben ook de vaste planten in onze borders het ongelooflijk moeilijk. Je merkt het. Ze hebben echt wel heel veel last van die droogte. En dat komt natuurlijk omdat ze geen water hebben. Het feit dat we niet meer mogen beregenen, onze planten water geven, maakt het er allemaal niet makkelijker op. Maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Heel veel planten zien er verdord uit en dat klopt ook wel. Maar dat betekent niet altijd het einde van die plant. Heel veel ondergrondse delen blijven in leven. En als het dan toch een keer gaat regenen, dan komt daar wel een soort van revival in, zeg maar. Een deel zal effectief wel sterven, want heel veel planten hebben meer water nodig dan dat ze op dit moment hebben gekregen. Maar een ander deel gaat dus bovengronds bladeren verliezen. Bomen hebben dat op dit moment ook heel hard. Ik heb al mensen horen zeggen dat ze denken dat herfst is in de zomer, maar dat klopt niet echt. De plant gaat eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme in gang zetten. Omdat heel veel planten vocht verliezen door hun bladeren, gaat de plant zeggen van, hola, er is een probleem aan het komen, er is een tekort aan vocht, ik moet mezelf beschermen tegen het verliezen van dat vocht. En vandaar gaat de plant dus zeggen, ik laat mijn bladeren vallen. En heel veel bomen doen dat, maar ook heel veel vaste planten. Maar het komt allemaal in orde. De allergrootste tip die ik jullie kan geven om die droogte te bestrijden, dat is het gebruik maken van mulch. Zowel in de moestuin als in de siertuin, het maakt eigenlijk niet uit waar. Breng mulch aan. Wat is mulch? Mulch is een soort natuurlijke bodembedekker die je op de grond gaat aanbrengen. Het voorkomt onkruid, maar nu voornamelijk heel belangrijk, het gaat ervoor zorgen dat de bodem niet zo snel kan verdampen. Dus het houdt het vocht langer vast in de grond. En dat is natuurlijk bij zo'n langdurige droogte heel erg belangrijk. Ook in de moestuin, waar de planten toch wel vaker te lijden hebben onder die droogte, omdat ze niet zo diep in de grond zitten geworteld en afhankelijk zijn van jou. Zorg ervoor dat de grond altijd bedekt blijft. Dat kan met snoeiafval, dat kan met bladeren zijn, dat kan zelfs met karton zijn. Het maakt op dit moment niet zoveel uit als de grond maar bedekt is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Een heel belangrijk iets zijn natuurlijk de potten op je terras of balkonnetje. Je mag die gelukkig wel nog water geven, in tegenstelling tot in de
tuin, het beregenen van je planten, dat mag niet meer. Het geven van water in potten wel, gelukkig. Maar minstens één keer per dag tijdens die grote hitte, dat hebben die planten wel nodig. En misschien de belangrijkste tip, probeer die planten te groeperen bij elkaar en zet die in de schaduw. Klinkt voor de hand liggend, maar het is echt super belangrijk om dat te doen. Want zonlicht gaat echt wel de potten uitdrogen, de potkluit uitdrogen. Dus groepeer die, zet ze bij elkaar en heb je niet zoveel schaduw, zet dan een parasol open. Dat kan ook. Wil je meer informatie? Ga naar angelodornie.be. Wil je meer afleveringen bekijken? Ga dan naar tv.angelodornie.be. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes met de droogte en tot binnenkort.